4 mei herdenking, onderwerp van discussie. Wie mag wel en wie mag niet herdenken? Maar er is ook weer oud beeldmateriaal opgedoken. 5 mei bevrijdingsfeesten zijn ouderwets goed bezocht. En Poolse vrijwilligers maken Koninginnedag in Liende tot een succes. Je zou denken dat 66 jaar na de Tweede Wereldoorlog alles daarover wel een keer is verteld. Maar ook dit jaar ontdekken we weer nieuwe verhalen en gebeurtenissen. Er duikt bijvoorbeeld een complete film op die gemaakt is in Kamp Westerbork, over het dagelijks leven daar. Gemaakt door de Joodse gevangene Rudolf Breslauer in opdracht van de Duitse kampcommandant Gemmeker. De transportbeelden, het moment dat die wagondeuren dichtklappen, dat zijn beelden die veelal wel bekend zijn. Maar dat er ook uitgebreid gefilmd is aan de werkzaamheden die de gevangenen in het kamp, of soms buiten het kamp, op de landerijen deden, dat zijn onbekende beelden. Dus je krijgt een breder en een beter beeld van Kamp Westerbork, vooral in de zin van hoe het functioneerde. En het bijzondere wat dat dan is, wij weten de afloop van deze geschiedenis. En dat maakt die beelden ook eigenlijk zo bijzonder, ook in zijn wrange betekenis van het woord. Zij die verzet boden tegen deze uitroeiing worden herdacht. Bijvoorbeeld Jan Kloos uit Dordrecht. Hij werd eind 1944 samen met zijn vrouw gevangen genomen en gemarteld. En toen hoorde ik van die echte, harde, dat stemmige kletter, dat geblaf. En Jan die soms niets zei en soms nee. Hij was helemaal blauw. Hij had zoveel doorstaan. Ik wou niet huilen. Hij hield ze ontzettend sterk. En hij zei, beloof me, ja dat ook. Beloof je me dat je zo goed mogelijk een zangeres zal worden. Jan Kloos wordt in 1945 gefusilleerd. Tienduizenden Nederlanders komen naar de Dam in Amsterdam om Rudolf Breslauer en Jan Kloos en al die andere doden te herdenken. Met extra veiligheidsmaatregelen omgeven herdenking na het incident met de Damschreeuwer vorig jaar. De 4 mei-herdenking krijgt dit jaar wel een grimmig kantje als oud-PvdA-Kamerlid Meili Vos de discussie maar weer eens aanzwengelt over wat er nu precies moet worden herdacht op 4 mei. En dit naar aanleiding van het partijprogramma van de Partij voor de Vrijheid. In hun verkiezingsprogramma staat dat zij op 4 mei de slachtoffers van het nationaal socialisme herdenken. Zo'n woordgrapje om dan de slachtoffers van het socialisme, wat daar in feite dus ook staat, te herdenken, denk ik van nou, dat vind ik niet respectvol naar al die mensen die daar staan, die inderdaad nabestaanden zijn van de slachtoffers. Ik stond daar vorig jaar ook, omdat ik herdacht wat een ellende mijn opa en oma daar hebben meegemaakt. Om dan te weten dat er iemand naast je staat die zegt van alle socialisten waren fout. Die zijn eigenlijk dader geweest. Dan denk ik van nou ja, toon dan respect. Doe dat ergens anders. Waarop Geert Wilders natuurlijk direct de wereld laat weten op 4 mei naar de Dam te gaan. Daarnaast is in Culemborg beroering als de zoon van NSB-voorman Rost van Tonningen spreekt op de herdenking. U hoeft mij niet te zien als een oorlogsslachtoffer. Wel kunnen mensen zich door groepsgedrag buitengesloten voelen. Dat geldt al ruim 60 jaar voor vele mijns inziens onschuldige NSB-nazaten. Ik wil hier vanavond mijn intense medeleven betuigen met de meer dan 100.000 Nederlandse Joodse slachtoffers die vaak op beestachtige wijze zijn vermoord. Twee bestuursleden van het organiserend comité vinden dat Rost van Tonningen weg moet blijven en blijven daarom zelf weg. Het past niet in een dodenherdenking. Wel op een bevrijdingsdag, dan bevrijdt u zich ook van zijn eigen problemen en dat mag, dat is prima, maar niet voor een dodenherdenking. Dus 66 jaar heeft niet alle littekens en verdeeldheid weggenomen.
Wat we wel in eenheid lijken te kunnen, is feestvieren. Meer dan 1 miljoen mensen gaan naar defilés, bevrijdingsfestivals en het concert aan de Amstel. Gisteren herdachten wij in stilte de slachtoffers van onvrijheid. En vandaag vieren we met z'n allen feest in Nederland. Om te beginnen hier in Wageningen. En zorg ervoor dat de vrijheid die je zelf wilt, ook voor een ander aanwezig is. Indrukwekkend, hè? Ja. Bent u aan het genieten? Elk jaar, ja, intens. De eerste keer dat ik niet kan lopen, maar het vergoedt heel veel. Ja, ik had liever gelopen. Maar ja, ik ben geen 18 meer. Wat betekent deze dag voor u? Ongelooflijk veel. Den Bosch. Roermond. Maar wie meent het? We are just as neighbors. Look each other in the eye and say it's alright. It's alright. Het is dus muziek die bindt en verbindt. Ook de drijvende kracht achter de wereldberoemde Dutch Swing College Band, die dankzij de bevrijding eindelijk bovengronds kan. En hier staat het contract. Peter heeft een contract gesloten met de eigenaar van de kroeg Sint Regis, waarin afgesproken is dat hij op de dag van de bevrijding, tot en met 8 dagen daarna, de muziek zal verzorgen. En dat was het begin van het Swing College. Het allereerste begin. Bevrijdingsdag 5 mei 1945. Interessant. De Duitsers die vonden dus dat jazzmuziek, dat was iets van die negers en die joden en de mensen die dus de Duitsers verafschuwd werden. En zeggen dus de muziek van de negers. Nou ja, dat was dus niks voor de Duitsers. En die vonden dus dat als je toch je vergreep aan die muziek, dat je dan een soort Duits feindlich was. Het bloed kruipt altijd waar het niet gaan kan. En als het niet mag, dan doe je het in het geniep. Koninginnedag is ook op grote schaal gevierd. Geslaagd dankzij de vele vrijwilligers. Thorn en Weert in Limburg ontvangen het koninklijk bezoek en dat verloopt vlekkeloos. Ook in Liende is sprake van een geslaagd feest. Dankzij de inzet van, u weet wel, de Poolse vrijwilligers. Evelien, zet je even het werk hier zo? Even niet uitpakken. Hou maar. Of mag ik maar even wat er wat stoppen? En ik ga hem uitpakken. De viering van Koninginnedag leek dit jaar averij op te lopen. Door een gebrek aan vrijwilligers heeft het Oranje Comité de hulp van Poolse vrijwilligers ingeroepen. Een noodmaatregel dat mensen van buiten Nederland ons Oranjefeest moeten redden, geeft toch te denken. In elk geval wil ik alle Poolse vrijwilligers van harte welkom heten in Linde en bedanken voor hun inzet. Witam en dziękuję bardzo. Vrijwilligers in Linden en die konden ze niet vinden. Hoe kan dat nou? Nou, kijk om je heen. Volgens mij zijn er voldoende.
Maar volgens mij mensen met oranje shirtjes aan, dat zijn volgens mij de vrijwilligers. Ja, maar dat zijn allemaal Polen. Zijn dat allemaal Polen? Ja. Oh, ik heb ze nog niet aangesproken. Ja. Nou ja, wij hebben hier een kraampje vanochtend, dus ja, dan ben ik met andere dingen bezig. Ja. Waarom verder niemand vrijwilligerswerk wil doen, dat weet ik niet.